Ik begin even met een aantal conclusies die wij uit een onderzoek hebben gehaald dat wij in het HBO hebben gedaan in Nederland en in België. En dat waren deze conclusies. Kijk even met me mee. Ten eerste is het zo dat studenten niet meer willen lezen. Nou, dat weten jullie waarschijnlijk. In Nederland was daar de score 80%, in België 54%, significant lager. Het is zo dat docenten een uitdaging hebben met engagement. De student die zit met Facebook aan de slag terwijl ze eigenlijk een verhaal aan het houden zijn. Heel irritant. Het kritisch denken ontbreekt en dat geldt niet voor het universitair publiek, maar wel zeker in de HBO's. Heel belangrijk punt dat naar voren kwam. Dan is het zo dat er tracking gewenst is. Mensen willen weten dat als ze naar de klas komen, een student, dat een docent weet, oké, ik moet bij deze punten stil blijven staan, want daar zijn de problemen. Veel efficiënter lesgeven. Het is zo dat de extra kosten voor studenten omlaag moeten, jullie wel bekend. Hè? Een boek kopen, €50, een werkboek, €40, een business game, €30. Je bent zo €150 kwijt voor één vak, misschien nog een syllabus. Toetsdeskundigheid is vandaag al eerder genoemd, is erg slecht in Nederland. CITO heeft daar een onderzoek naar gedaan en we hebben ook met CITO een e-learning gemaakt voor docenten waarbij ze worden getraind op toetsdeskundigheid. Er moet echt wat aan gebeuren. En vervolgens is het zo dat er ook een hele andere manier van toetsing komt. Online toetsen, computers, wel of niet meer keuze enzovoorts. Nou, ik ben in tegenstelling tot de andere partijen al ietsje langer bezig, denk ik, 13 jaar en ook een stukje commerciëler zit ik erin. Dat vind ik ook niet erg, daar schaam ik me ook niet voor. Ik vind namelijk dat als wij met producten geld weten op te halen, dan pas wordt het succesvol en dan pas kun je doorontwikkelen. En als we alleen maar blijven ontwikkelen en praten en gratis en enzovoorts, dat werkt niet. Dus ik ga jullie ook even een aantal voorbeelden laten zien van de producten die wij in de afgelopen tijd hebben ontwikkeld. En die zijn dus wat meer, noem het maar even, wat meer klein, wat meer narrow als je het vergelijkt met al die grote platformen die we net hebben gezien. Wat wij al 13 jaar ontwikkelen zijn business games. Die worden voornamelijk veel afgenomen in het HBO en in universiteiten in Engeland. Daar moet ik wel zeggen dat de scheidslijn tussen universiteit en HBO heel anders ligt. Maar daar hebben we heel veel klanten en die business games die worden gebruikt om theorie in de praktijk te brengen. Run je eigen bedrijf, neem beslissingen en krijg meteen reactie op hoe die beslissingen uitwerken. Nou, dat is op zich niet nieuw, dat is zelfs al heel oud, want in de jaren 50 werd dat in het leger al gedaan. Maar wat wel nieuw is, is dat wij die simulaties gebruiken om universiteiten en hogescholen hun internationale ambities waar te laten maken. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, en we hebben een enquête gedaan 1 week geleden onder een aantal hogescholen en universiteiten. En de vraag was, wie wil er meer doen met internationalisatie en wie heeft geen flauw idee hoe dat te doen? Daar kwamen dus meer dan 40 reacties uit van mensen die zeggen, wij willen wel wat, maar ik weet niet hoe en ik weet niet met wie. Nou, als je zo'n business game laat spelen door studenten uit verschillende landen tegelijkertijd in één competitie, heb je eigenlijk een heel leuk element op basis van een bestaand iets, wat er al heel lang is, namelijk die business games. Kun je online doen, je kunt het ook fysiek doen. Je ziet hier een aantal prijsuitreikingen waar we zelfs de minister bij hebben gehaald om zo'n prijs uit te reiken. En dat is een heel leuk element, kleine korte pitch van hoe kun je nou internationalisatie toevoegen in dat onderwijs. Dan heb ik ook een tweede pitch. Ik heb 3 korte pitches voor jullie vandaag. De tweede pitch die ik heb is de boekvervangende software. We hebben vandaag al heel vaak gehoord van allerlei mogelijkheden die er zijn. Ik vond het mooi van Feedback Fruits bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment een samenvatting kunt maken van geassocieerde dingen. Alleen het nadeel daarvan is, Ewout, is dat dat wordt door 80 bedrijven op dit moment ontwikkeld alleen al in Nederland, dat stukje software. En waarschijnlijk zijn er wereldwijd 1 miljoen programmeurs met datzelfde stukje bezig, want het zit ook in mijn software. En dat is jammer. Er wordt zoveel ontwikkeld, tegelijkertijd hetzelfde, opnieuw, veel te duur, zonder efficiënt, niet efficiënt. Dus wat wij eigenlijk proberen te doen is om al die technieken, en daar wil ik zeker met je praten, Ewout, samen te brengen in 1 nieuw product dat wij het EduBoek noemen. Een online, ja eigenlijk moet het woord boeken uit. Ik had vorige week een bijeenkomst met onze Raad van Advies en daarin zit de digitale baas van Pearson Education, de grootste educatieve uitgever uit de wereld, en die zei, waarom zit er nog het woord boek in de naam? Maar wat wij eigenlijk willen, is dat we een concurrent bouwen van het aloude schoolboek. En dat is eigenlijk, als je het vergelijkt met al die andere platforms van vandaag, oude wijn in nieuwe zakken. Want wat wij doen is, we gaan gewoon naar een bekende auteur toe.
Die proberen we over te halen van Noordhof of van Malmberg of van Tiemenmeulen of bij ons te komen. Nou, dat is heel moeilijk, dat is een heel juridisch gevecht, dat heb ik nu ook al een paar keer gevoerd. Maar uiteindelijk lukt dat wel, want die auteurs snappen ook wel dat die content van hun straks niet op papier moet worden gezet, maar die moet in een soort van digitale omgeving. Nou, dat willen wij wel doen. En in die digitale omgeving wil ik dan eigenlijk alles combineren wat we vandaag hebben gezien. Dus adaptief leren, gamification, online testen, community enzovoorts. Nou, wij proberen dus heel veel technieken vanuit Amerika, maar ook Europa bij elkaar te vegen en dat in dat product te stoppen en daar gewoon de content van die auteur in te hangen. Ik geef je een voorbeeld, André Hees, het best verkopende bedrijfseconomieboek in Nederland op het HBO. Ik heb de man gewoon opgebeld, ik zei: meneer, het is tijd om uw content nou eens een keer digitaal neer te zetten in plaats van in een boek. En dat duurde even, maar de man is overgehaald en dat gaan we dus nu ook doen. Dus we gaan al die technieken gebruiken en daar gewoon bedrijfseconomie in hangen en dan hangen we er een prijs aan en dan verkopen we dat. En die prijs, die is 3 keer zo goedkoop als boek en werkboek en syllabus en de hele mikmak bij elkaar, want dat kan namelijk ook gewoon. Dus volgens mij is dat waar het in de toekomst naartoe moet, op korte termijn. Op lange termijn, grote, mooie platformen, online leren, helemaal mee eens. Maar in de tussentijd is die hbo-docent gewoon op zoek voor een vakinleiding bedrijfseconomie naar dat boek. Ja, laten wij nou proberen om met al die technieken van dat boek een net iets leuker ding te maken. Nou heb ik al een voorbeeld voor jullie meegenomen. Dat is een vakinleiding onderzoekskunde. Het is een minor op de Haagse Hogeschool en inmiddels ook op de Hogeschool van Rotterdam. En daarin hebben we dus 40 studenten door de minor op papier laten gaan en 40 studenten door een online edu-boekachtig verhaal. En daar bleek dat ten eerste de tijdsinvestering van de student, maar ook van de docent enorm meeviel. Iets van 20-25% was dat minder. Dus dat betekent dat de docent veel meer tijd over had voor coaching. En het andere punt is dat het gemiddelde cijfer ook een stuk hoger was dan zeg maar bij de offline variant. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Even heel snel een paar plaatjes. Het is een iPad-applicatie. Die iPad hebben we ook gehuurd en uitgedeeld tijdens dat vak. Dus het was echt goed georganiseerd. En wat je eigenlijk ziet rechtsbovenin is dat je een weekindeling hebt. Elke week bestaat uit een stukje theorie. Dat krijg je via die iPad binnen. Uit een individuele opdracht, die doe je thuis. En dan ga je naar het werkcollege toe en dan doe je een groepsopdracht. En die groepsopdracht gaat pas open op het moment dat alle individuen hun individuele opdracht hebben gedaan. Nou, hele leuke elementen. Komt meteen ook groepsdruk op, hè, van jij hebt je opdracht nog niet af, dus we kunnen niet verder. En wat je dan vervolgens ziet in het dashboard links onderin, niet zo scherp, maar ik zal het jullie kunnen toesturen, is dat je dus je eigen voortgang kunt meten met de voortgang van de groep en dat je het op die manier wordt beoordeeld. En die docent ziet dat ook allemaal online, wordt voor hem een stuk efficiënter of voor haar een stuk efficiënter om dat vak te geven. Korte derde pitch. Ik heb een paar mensen hier in de zaal gezien, onder andere Carl en Ria, waar ik dit verhaal eerder aan heb verteld. Wij hebben bij CITO een deal binnengesleept waarbij we een heel gaaf idee gaan ontwikkelen en dat is een educatief tablet en dat is voor het voortgezet onderwijs. En ik heb dit idee ook gepitcht bij een 6-tal universiteiten en een 8-tal hbo's. Daarvan waren er 10 enthousiast en 3 niet. En het idee wat we hebben is als volgt. Wij hebben een bedrijfje opgekocht in Utrecht, dat is van 3 Amerikaanse studenten en die weten een eigen operating system te maken voor een tabletcomputer. Dat betekent dat er dus geen Android op draait en ook geen iOS, maar daar draait een eigen operating system op. Als je dat kunt doen, kun je een device zo sterk beveiligen dat het, laat ik het zeggen, zo veilig wordt dat CITO zelf zegt, ik durf daar mijn toetsen op te doen. Dus dat de CITO-toets digitaal wordt, dat is behoorlijk nieuw. Nou, dat willen we nu gaan ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Maar ja, als je dan een device ontwikkelt met een eigen operating system, superbeveiliging en een CITO-toets erop, ja, dan kun je daar ook de content op zetten en een studentvolgsysteem, zodat daar de cijfers worden getracked, maar dat je bijvoorbeeld ook kunt zien dat je al je lesmateriaal op dat device kunt vinden. Dan zou je kunnen zeggen, oké, maar daar kan ik toch ook een gewoon device voor gebruiken? Ja, dat kan. Alleen in een schoolse omgeving, zoals in het voortgezet onderwijs, is het prettig om zo'n, ja, hoe zal ik het zeggen, hufterproof apparaat te hebben, waarbij we gewoon op 1 knop kunnen drukken in de klas en alle kinderen hebben in 1 keer geen internet meer. En ik druk op een andere knop en iedereen doet in 1 keer een toets Engels. En op het moment dat die jongen klaar is met zijn toets, dan pas kan die weer spelletjes downloaden en internetten.
En dat kan met dit apparaat. Dat hebben we gepitcht. We gaan het ontwikkelen voor 3 voortgezet onderwijsscholen. Maar ik denk dat we dit ook in het hoger onderwijs kunnen lanceren. Universitair wordt wat moeilijk, omdat mensen willen daar natuurlijk een stuk autonomer zijn dan op dat schoolse leventje, als ik zo mag zeggen. Maar in de hbo's wordt er heel enthousiast op gereageerd. In de universiteit ook wel, maar dan voornamelijk alleen maar op toetsing. Ik was bijvoorbeeld op de Vrije Universiteit, hele zalen vol met computers. En daar zeggen ze eigenlijk, ja, op piekmomenten kunnen we al die online toetsen helemaal niet aan. Dus als we dan gewoon 80 tablets uit de kast kunnen halen die zo veilig zijn en waarop mensen een toets kunnen doen, of een examen, ja, dat zou perfect zijn. Dus het is nog heel nieuw, het is nog pionieren, we staan nog helemaal aan het begin. Maar het lijkt me een heel leuk idee, we gaan het in het voortgezet onderwijs uitvoeren. En ik zou jullie ook willen uitnodigen, dat is mijn laatste zin, mocht je een stageplek zoeken of je wil eens een keer in een lekker modern bedrijf in Den Haag komen werken, dan moet je me straks zeker aanspreken. Dankjewel.